Ander onderwerp dan. Het internet is overal, gaat 24 uur per dag door. Een zegen voor velen. Maar zo blijkt ook uit een indringende documentaire die heet Ubiquity. Een hel voor anderen. En in die film zien we mensen die ziek worden van smartphones, zendmasten en draadloze apparatuur. Kan je ziek worden van snerpende radiofrequenties? Een voortdurend zoemend mobieltje? Van een laptop die iemand naast je openklapt? Of een zendmast in je achtertuin? Een groep mensen meent van wel en staat onder hoogspanning. Zij lijden aan elektrohypersensitiviteit. EHS is eigenlijk dat mensen heel erg gevoelig zijn voor elektromagnetische velden. Ze geven aan dat ze daar klachten door hebben. En dan krijgen ze allerlei problemen. Maar bij de wetenschap hoeven ze niet aan te kloppen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat deze mensen ziek worden door de angst voor de straling. Het zou kunnen dat ze ziek worden van de straling zelf. Of misschien hebben ze iets heel anders. Eigenlijk weten we het gewoon niet. Elektrohypersensitiviteit mag nauwelijks als aandoening worden erkend. Het wordt over de hele wereld gerapporteerd. Brechtje van der Haak volgt in haar nieuwe documentaire mensen in een hardnekkige zoektocht naar een stralingsvrij leven. En Brechtje is hier, welkom. En ook Anouk. Welkom Anouk. Jij hebt deze ziekte, noem jij het een ziekte? Ja, ik noem het een ziekte. En jij bent net aangeschoven en jij wordt dus ziek van straling. En daarom heb je ook een microfoon, niet een zendermicrofoontje zoals ik, maar een microfoon met een camera. Ik heb gevraagd om een bekabelde inderdaad. Ja, en je bent net aangeschoven en je hebt die meters bij me die we net ook in het filmpje zagen. Wat meet je daarop? Nou, in het filmpje zag je een andere. Dat was een professionele, zeg maar, die echt helemaal uitsloeg toen ik het de deur, zeg maar, van het huis of het raam bovenin opendeed. Ik heb zelf een paar indicatieve meters. Het zijn wel goede meters, maar ze zijn niet zo professioneel als die apparatuur. Kun je nu hier testen of de straling hier hoog of laag is voor jou? Ik kan wel een testje doen, inderdaad. Ik heb ze even op geluid gezet. Het is wel iets minder geluid, volgens mij, dan die andere. Nou ja, het doet al wat, inderdaad. Dus dit is wat er nu bij mij in de buurt is. En dat is heel veel of weinig? Nou, dit valt me nog mee. Dit is rond de 100 microwatt per vierkante meter. En wat gebeurt er als jij te lang in deze ruimte blijft met al die apparatuur? Nou, dit is wel inderdaad, als ik hier langer dan 2 uur in zit, dan krijg ik er echt flinke klachten van. En dat bouwt zich natuurlijk wel op. Dus het begint met hoofdpijn en duizeligheid. En op een gegeven moment krijg ik wazig zicht en krijg ik volle sinussen helemaal lopen. Krijg ik benauwd op mijn borst. En nou ja, steeds meer klachten komen erbij. Zullen we hem uitzetten? Ja, nog heel even één testje, want jij hebt een draadloos, toch? Ja. Of niet? Dus dan gaat hij waarschijnlijk iets verder omhoog. Maar die gaat alleen werken als je praat, denk ik. Ja. Maar de zender zit hier. Oh, de zender zit daar. Nou, ja. Ja, zie, daar gaat hij wel iets omhoog. Maar goed. Maar Nicole, wat zei je? Hoe ben je erachter gekomen dat je dat had? Want ik bedoel, iedereen heeft wel eens hoofdpijn, denk ik. Hoe kom je dan achter? Of is wel eens duizelig? Ja. Nou, ik was echt al een tijd op zoek naar eigenlijk wat mijn gezondheidsklachten kon verklaren. Want ik kreeg elke keer meer klachten en ik voelde me, ook nadat ik een keer een flinke ontsteking had gehad en mijn keel, voelde ik me steeds slechter worden. En ik snapte gewoon niet wat er aan de hand was. Dus dan ga je naar artsen, je is een huisarts, stuurt je door naar de specialist. Dus ik ben bij meerdere specialisten geweest. En die konden niks vinden. En die sturen je naar huis met, weet je, kan niks vinden. Er is waarschijnlijk niks aan de hand en gaat u maar weer door met uw leven. Maar ja, ik merkte gewoon aan alles dat er wel iets aan de hand was. Ik kon er alleen maar niet de vinger op leggen. Ja, uiteindelijk is er iemand geweest. Ja, er is uiteindelijk iemand geweest. Want toen ging ik meer het complementaire circuit in. Want ik dacht, er moet toch iets zijn. Wat aanwijzbaar is en iemand die me kan helpen om daar weer vanaf te komen. Want je was juist ook heel sportief, hè? Heel sociaal. Ik deed gewoon heel veel. En ik dacht ook van, qua werk had ik wel een beetje een stressvolle periode gehad. Maar dat was eigenlijk al een hele tijd achter de rug. Ik had wel 3 jonge kinderen. Dus je denkt wel van, oké, het is wel druk. Maar ik had eigenlijk niet zoiets dat ik dacht, dat verklaart waarom ik me zo belast de hele tijd. We zien jou in de film van Brechtje. Brechtje hebt een aantal hoofdpersonen in de film waarvan Anouk er eentje is. We kunnen ook even kijken naar een fragment uit de film waarin we jouw huis zien, Anouk. Kijken hoe dat eruit ziet. Af, hoe woon je dan? Ja. Ja. Een beetje door huis. Laten zien hoe het er nu uitziet. Sinds dat er zendmasten zijn geplaatst in december. Folie. Ter afscherming. En hier kun je ook een beetje beter zien hoe het zit met die soorten verf. En die zorgt ervoor, zeg maar, dat de straling geweerd wordt. En vanuit dit raam kun je ook zien waar de mast staat. Kijk, daar in de verte. Ja, gaat-ie.
En jij kunt daar wonen, Anouk, op die plek, ondanks die zendmast die dan vlakbij je inmiddels hebt. Wel weer, ja. Want dit is de periode, zeg maar, zo'n filmpje dat die masten net stonden. Mm-hmm. En dat ik dus echt volledig onderuit ben gegaan in die periode. Ik wist daarvoor al dat ik gevoelig was, dat had ik dus al ontdekt. Alleen ik had het soort van onder controle, want ik wist gewoon van waar kan ik wel zijn, waar kan ik niet zijn. Totdat dus die masten bij ons in de buurt werden geplaatst. En toen was het dus echt wel zaak om de boel te gaan afschermen. Daar was ik daarmee bezig. En nu is het inmiddels wel weer helemaal mooi. Ja. Want ik heb betere materialen ga je gebruiken. En dan kun je met speciale koolstofverf doen. En dan kun je het er helemaal omlaag krijgen in je huis. Brecht je... Dus echt 95% van de straling kan je met ziet het bepaalde materialen... Gezellig uit. Ja, het ziet er gewoon... Ja, het ziet er weer, okay, niet als een ruimtekapsule. Heel gezellig. Bent u de enige die dat heeft? Of andere mensen die dat ook Ik ken inmiddels heel veel mensen die het ook hebben. Ja, want in het begin was het mij ook totaal niet bekend. Tot aan, zeg, 5 jaar geleden. Had ik ook nergens last van, dacht ik. Maar Brechtje, jij hebt veel meer mensen gesproken voor je film. Ja. Voor je ligt ook de camera. Dat is een hele ouderwetse camera. Waarom heb je die gebruikt? Nou, ik werd eigenlijk eerst geïntrigeerd door het idee... Eigenlijk net als die man van de GGD in dat filmpje... ging het mij niet zozeer om de vraag van... is het nou echt waar of is het niet waar? En waar komt het precies door? Want daar is een enorme wetenschappelijke discussie over. En de Wereldgezondheidsorganisatie probeert om de zoveel jaar... daar een soort conclusie uit te trekken. En die conclusie is altijd... er moet nog meer onderzoek gedaan worden. Want ja, ieder ene onderzoek zegt dit, ander dat. En er zijn heel veel onderzoeken waar allerlei gezondheidseffecten worden aangetoond. Maar er zijn ook weer onderzoeken waarin dat niet herhaald wordt. Dus ik wilde daar heel ver van blijven. En het mooie is eigenlijk als je een film maakt... dat je echt een perspectief kunt kiezen. En ik wilde gewoon een perspectief kiezen van deze mensen... die zich niet zo lekker voelen bij die ontwikkeling... van steeds meer van al die netwerken en steeds meer verbonden zijn... En toen vond ik eigenlijk eerst het verhaal van Per Segerbeck. Dat is een Zweedse ingenieur die bij Ericsson werkte. Een uitvinder, echt iemand die houdt van technologie. En die eigenlijk al in de jaren 80 al allerlei klachten begon te ontwikkelen... toen ze daar bij Ericsson bezig waren met het telefoonnetwerk van de toekomst. En daarvoor heb je die camera mee. Ja, en hij woont nu al 18 jaar in het bos... Ja. Ver weg van alles, daar voelt hij zich prima. Maar hij kan zelfs de batterij van onze normale digitale camera's... kan hij niet verdragen. Daar wordt hij ziek van. Dus hij wilde ook niet gefilmd worden. Maar toen heb ik voorgesteld... maar er zijn camera's van voor die tijd, voor de batterij... die kun je opdraaien, zoals deze Bolex. En toen heeft Jean Cunet, onze geweldige cameraman... die heeft deze gevonden... Je draait hem op, het zit een veer, er zit geen batterij in. En dan maak je zo'n shot. En daar kon je ermee filmen. Ja. Nu is het zo, Anouk, jij hebt... dat was ook... bij mij gelukkig niet nodig. Dat was bij jou niet nodig, maar jij hebt Anouk in een hoorzitting gezeten. Want de vraag is natuurlijk, maar dan moeten jullie zo meteen maar... als je wil antwoord op geven. Als het klopt, wetenschappelijk allemaal... of er wordt bewijs gevonden dat je ziek kan worden van die straling. Jij zat in een hoorzitting en daar heb je gesproken... met mensen van een grote telefoonmaatschappij. En die reageren als volgt. Dus opnieuw weer een fragment uit jouw filmbrechtje. Ik maak me zorgen. Heel erg veel zorgen. Alle smartphones en alle nieuwe frequenties... zijn zonder goede pre-market testing op de markt gekomen. En er komt steeds meer voortschrijdend inzicht. Er zijn steeds meer aanwijzingen... dat er ernstige gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. En nu... Nu staat er een mast naast een hele kinderrijke buurt ongekend hard te stralen. 5000 meet ik nu. 20.000 meet ik nu. Het is echt belachelijk. En ik word er ook heel boos over. In eerste instantie natuurlijk uiterst vervelend dat mevrouw deze klachten heeft. Dat is iets waar wat heel vervelend is. Maar wat ons betreft geen relatie heeft met onze apparatuur. Ja, Anouk en Brechtje, met andere woorden, hoe is het mogelijk, zeg je? Ja, hoe is het mogelijk? Het is al jaren zo, het is al verschrikkelijk lang zo... dat er steeds dat soort klachten komen, overal. Waar die palen staan, waar dat soort dingen neergezet worden. En hoe is het dan mogelijk dat ze gewoon zeggen... ja, maar het is niet bewezen, ja, weet niks. Zo schiet je toch niet op? Ja, wat ik eigenlijk ook met de film wilde laten zien, is dat... Ja, of het nou wel of niet bewezen is, het kan niet waar zijn. Hè? Want we gaan zo hard vooruit, het moet altijd meer. En dat kan eigenlijk gewoon niet dat je daar ziek van wordt. We kunnen dat niet gebruiken, dat is slecht nieuws. Nee, dus
Je bedoelt, dat wilde als het, ik eigenlijk als het ook wel, laten zien. Maar je zegt, ja, als het wel, stel voor, er wordt wetenschappelijk bewijs voor gevonden, dan wordt onze samenleving onmogelijk voor veel mensen om in te leven. Dat we allemaal afhankelijk zijn geworden, toch? Van mobiele telefoons. Ja, maar ik bedoel, zelfs als we er allemaal ziek van zouden worden, of als sommige mensen er ziek van zouden worden, voorlopig draait die machine natuurlijk toch gewoon door. Ja, want er wordt ons ook niet iets gevraagd voordat het wordt uitgerold. Het wordt eerst uitgerold en dan kijken we wel wat er gebeurt. Ja, dat zeg ik ook, hè. En die pre-market testing, die wordt gewoon niet gedaan. En dat is nu met de voorgenomen 5G-uitrol weer het geval. Wordt gewoon niet van tevoren goed getest wat voor gevolgen dat heeft voor gezondheid. Anouk, we zitten 10 minuten nu in de studio hier. Hè? Ja. Ja, dat is wel interessant. Voel jij nu het verschil? Met... Nou, nee, het valt me nog mee, want wat ik net liet zien in het filmpje, die getallen die ik noemde in de hoorzitting, die is 50 keer zo hoog als wat hier nu te meten is bij mij op deze plek in de studio. Ja. Dus dat is bizar hoog. Terwijl hier ook allemaal apparaten gesteld. Ja, dat is oké. Okay, ja, ik kan het. Ja. We kunnen het nog hebben. Mag ik ook nog één keer over dat bewijs? Er is geen consensus over de bewijslast. Dat is wat anders dan dat er geen bewijs is. Ja. En dat hebben we natuurlijk eerder gezien met roken. Het heeft 50 jaar geduurd voordat de eerste schadelijke effecten al werden aangetoond. Ja. Voordat we daar echt op preventie vlak wat mee gingen doen. Wil je hier blijven zitten voor het volgende onderwerp? Of is je... nu al het volgende onderwerp? Oh. Komt er heel snel aan. Ja, maar blijf je hier zitten? Of wat vind je het? Volgende, ja, okay, ja, dan... Ik kan er wel even volhouden. Mag ik even zeggen, dit zijn de beste oplossingen. Kabels. Ja. Heb ik overal in mijn huis. Werkt perfect, heel veilig, heel snel. Gewoon vaste kabels, ja. En jouw filmbrechtje wordt aanstaande maandag uitgezonden. 22 oktober. NPO 2 om 9 uur. Ja, dank jullie wel.